In deze video leggen we je alles uit over de afstandsbediening van de tovertafel. Met de rode knop zet je de tovertafel aan en uit. Nadat je hem aanzet, begint er na ongeveer 2 minuten vanzelf een spel. Druk op het huisje om naar de instellingen en het spellenmenu te gaan. Met de pijltjestoetsen navigeer je door de menu's heen. Met de OK-knop bevestig je je selectie, bijvoorbeeld het starten van een spel. Het geluid van de tovertafel zet je harder of zachter met de volumeknoppen. Gebruik de play-pauze-knop om tijdens het spelen het spel te pauzeren. Druk nogmaals op de knop om weer verder te gaan. Bij de tovertafel 1 zit de pauzefunctie onder de modeknop. Nu weet je alles over onze afstandsbediening.